Ja, ik vind vrijwilligers eigenlijk wel oké. Nee, niks voor mij. Ik zou het zelf niet zo heel gauw doen. Je kan echt wat voor ze betekenen, voor de mensen waar je dus bij helpt of iets voor doet. We willen gewoon geld voor krijgen. Ja, ik vind vrijwilligerswerk best wel leuk. Ik vind het vooral heel goed als je vrijwilligerswerk doet, vooral voor de maatschappij. Ja, ook is het sociaal gewoon heel leuk, want je leert allemaal nieuwe mensen kennen en met allemaal verschillende mensen omgaan. Ik kan betere dingen doen met die tijd en zo. Ik doe het zelf ook, bij Sparta. Ik help als voetbaltrainer bij de kinderen onder de 8. Soms wil je dingen kopen. Als je dan niet uitbetaald krijgt voor wat je doet, ja, dat is zonde toch. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug, ook al is het geen geld. En dat is waardering. Ja, nee, ik geniet er wel van. Het is leuk werk om te doen. Het geeft voldoening. Want dan help je meer de maatschappij, ook de jongeren om je heen. Dat je kan ontdekken wat je leuk vindt en ook nieuwe dingen kan leren. Het is niet alleen maar krijgen, het is ook geven en nemen natuurlijk. Dus het zou wel mijn voornaamste reden zijn eigenlijk. Ik ben Kristal, ik ben 20 jaar en ik volg een vrijwillig traineeship bij VV Zwaluwe. En dat leek me eigenlijk heel leuk om te doen, want ik heb wel wat uurtjes in de week over. En het is gewoon een hele nieuwe ervaring. Nou, ik heb wel ontdekt hierdoor dat ook al heb je ergens nog geen ervaring mee, je kan heel veel leren en heel veel nieuwe dingen ontdekken, ook al weet je er niks van eigenlijk. Ja, je kan verschillende trainingen krijgen. Dat kan zijn EHBO-cursus of een training omdenken over bepaalde dingen of hoe kan je dingen in de praktijk bedenken, sociale vaardigheden, echt van alles. Het is niet alleen heel leuk om dit te doen, maar je krijgt er ook een certificaat voor als je dit traject hebt afgerond. En dat staat gewoon heel goed op je cv, maar ook gewoon je ervaring die je bijvoorbeeld hebt bij een organisatie. Dat kan je ook meenemen naar een werkgever of een opleiding. Wil jij, net als mij, nieuwe talenten ontwikkelen en nieuwe mensen leren kennen? Geef je dan nu op voor het vrijwillig traineeship.